hebben we Fabian de Keijzer, 13 jaar bij Utrecht gespeeld, 23 jaar oud, keeper. En ja, getekend bij Heracles. En heel veel zin in dit seizoen. Kun je eens vertellen hoe jouw voetbalcarrière er nu toe uitziet? Ik ben in de jeugd begonnen bij Roda 46 in Leusden. Toen na 2-3 jaar al snel besloten dat ik keeper wou worden. F1 gekomen, daarna 2 keer de E1. Toen gescout door Utrecht. Eigenlijk sinds mijn 11e bij Utrecht gezeten tot nu. Ik heb onder 17 Oranje gespeeld, onder 18, onder 19, onder 20 en Jong Oranje heb ik gespeeld. En wat zijn je hoogtepunten die je daar in die tijd bij Utrecht hebt beleefd? Mijn debuut in betaald voetbal. En debuut in de Eredivisie natuurlijk. En de 15 wedstrijden die ik daar heb gespeeld in de Eredivisie. Als we kijken naar jouw kwaliteit als keeper, hoe kunnen jullie het beste omschrijven? Vooral echt een keepende keeper. Veel ballen pakken, 1-op-1 sterk. En ook wel een keeper met een verre trap. Waarom heb je nu de keuze gemaakt om naar Heracles Almelo te gaan? Heracles was al vrij snel bij en Heracles die toonde veel interesse en had ook veel vertrouwen in mij. Ben hier gekomen op gesprek, goed gesprek gehad met Nico-Jan Hoogma en met Brian van Looden, keeperstrainer. En daarna heb ik mijn keuze gemaakt op Heracles omdat ik hier een goed gevoel had. Voelde vertrouwen vanuit de club en ik had ook het gevoel dat de club mij ook echt heel graag wou. En het voelde ook gewoon heel fijn om hier te zijn en te komen. Hey, je bent ook jong, 23, dus het is wel denk ik, een moeilijke keuze in jouw carrière van wat ga ik nu doen? Ja, zeker. Het is de eerste keer dat ik een transfer maak eigenlijk. Dus ik wou wel de goede keuze maken en ik denk dat ik hiermee wel de juiste keuze heb gemaakt. Ja, want wat sprak jou aan hier aan deze club? Het is echt een familieclub, het is een hele hechte club. Een club met een mooi verleden, goede faciliteiten hier, goede trainers, een visie, een plan. En ook dat ze niet bang zijn om met jonge spelers de competitie in te gaan. En dat sprak me ook vooral aan. Ken jij spelers uit de huidige selectie? Ja, ik heb met Justin Hoogma gespeeld en met Cilian Mokono. En met Justin heb ik 1-2 jaar gespeeld. Ik heb misschien 2-3 wedstrijden met hem gespeeld, maar met Cilian heb ik wel heel lang gespeeld. Samen in de A1 gezeten. Cilian is een jaar ouder, dus in de jeugd zat hij altijd 1 jaar boven mij. Maar uiteindelijk kwamen we samen in de A1, veel gespeeld daar. En daarna in Jong Utrecht hebben we veel wedstrijden samen gespeeld. Ik heb met Cilian erover gesproken, met Justin ook over gesproken. Die waren allemaal heel positief over Heracles, waardoor de keuze ook wel makkelijker wordt. Ja, waarin wil jij je komende tijd met name ontwikkelen hier? Ik wil hier veel minuten maken, ik wil nog meer wedstrijden spelen in de Eredivisie. Ik wil een ervaren Eredivisie keeper worden. Daarom wil ik me ontwikkelen in het keepen, altijd blijven ontwikkelen in het keepen. En ook in meevoetbal en het speelstijl van Heracles. Ja, wat hoop jij toe te voegen? Want volgens mij heb je ook wel een aardige bagage qua ervaring. Ja, ik hoop hier achterin rust toe te voegen. Een stabiele keeper die ballen en punten pakt. En in meevoetballers zijn stukje meedoet, zeg maar. Top. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel.